Sipke, gisteren waarschijnlijk een vervelende nederlaag tegen Giri, maar je hebt je direct gerevancheerd. Ja, klopt. Ja, gisteren was het natuurlijk een hele vervelende partij met wit 20 zetjes, volstrekt kansloos tegen Giri. En vandaag een opening die ik niet zo vaak speel, maar ja, ik kreeg inderdaad een hele fijne stelling waarin ik twee pionnen kon offeren voor een heel mooi initiatief. En dat heb ik volgens mij prima afgerond. Ja, qua stellingstype leek het een beetje op gisteren, alleen nu had jij het initiatief. Ja, klopt. Ja. Ik heb er nu twee lopers. Gisteren had ik het lopenpaard tegen en ja, echt volstrekt geen enkele compensatie daarvoor terug. Dimitri had tenminste nog twee pionnen ervoor, maar dames waren ook op bord en zijn koning was heel erg onveilig. Dus, maar in zekere zin waren er inderdaad wel elementen hetzelfde. Ja. Ja. En klopte het helemaal? Want op een gegeven moment leek het alsof Dimitri toch ergens beter had kunnen spelen. Ja, ik deed dus F7, F5 en dat is een, ja, het zag er heel erg aantrekkelijk uit. Maar toen ik op een gegeven moment weer achter een bord ging zitten, toen opeens dacht ik van, shit, nou loop ze 4, er zitten allemaal tactische wendingen op E7 in. En dan moet ik gewoon koning H8 doen, dus enorm vervelend. Dat kost gewoon tijd en dan kan hij heel makkelijk zijn ontwikkeling afmaken en dan sta ik gewoon duidelijk minder inderdaad. Maar hij deed gelukkig lopen D3 en dus oké, ja, dat was even een momentje van geluk. Oké, nou gefeliciteerd en veel succes. Ja, dankjewel.